Wat is er gebeurd? Ik kreeg een telefoontje van onze schoonmaakster dat de tent in de fik stond. En mijn vader zat nog binnen, die is door de kastelein naar buiten gehaald. Maar die wilde niet het brandende schip verlaten? Nee, die wou niet. Nee. En die is nou met de ziekenwagen meegenomen. Ter controle, die heeft zoveel rook binnengekregen. En zijn hand deed zeer. Heb je hem nog wel kunnen spreken? Ik heb hem kunnen spreken, maar hij is helemaal van het padje af. Ja. Hij is helemaal de kluts kwijt. Ik begreep dat hij al heel lang hier in de frietent staat, hè? Meer dan 60 jaar. Is dat al eerder gebeurd? Dat is in 1964. Het is die helemaal afgebrand. Ja. Maar sindsdien nooit meer? Dat was vroeger nog zo, dat was de vlammende pan, dan was het afgelopen. Ja. Maar dus dit was geen vlammende pan. Weet je wat het wel was? Ah ja, je zag rook onder de kakker vandaan komen. Dat vind ik heel vreemd. En verder weet ik ook niks. Nee, nou ja, dat zullen ze gaan onderzoeken natuurlijk, hè? Wat er aan de hand is. En hoe geschrokken ben jij? Heel erg. We kregen een telefoon en ik was gelijk in de auto en hier naartoe. Maar ja, het voornaamste vind ik wel mijn vader. Die frietent doet me nog niet zo. Ja, ik vind het wel heel erg daar niet van, hoor. Want ja, ik ben ook een loop kwijt natuurlijk, hè. Dus. Maar goed, je vader is het belangrijkste inderdaad. Ga je nu naar het ziekenhuis? Ik ga eerst naar zijn vriendin, maar die wou ook niet bellen, want die is al hartpatiënt. En als ik dat door de telefoon vertel, dan denk ik dat ze ter plekke een hartstilstand krijgt. Dus ik kan beter naartoe rijden direct. En het persoonlijk kan vertellen. En daar ga ik naar het ziekenhuis, ja.